Johan van Hout postte in een Facebookgroep de volgende foto en daar kreeg je nogal wat reacties op dat ze het allemaal erg mooi vonden, maar ook de vraag hoe heb je dat gedaan? En Johan wil die kennis best delen, alleen uitleggen is niet zijn sterkste vak. Geeft niet, dus hij belde mij op en hij vroeg van: "Jeroen, kun je me helpen zou je dat in een filmpje kunnen vertalen?" En dat kan ik wel. Dus Johan stuurde de originele foto's op en ik ga daar mee aan de slag. Het zijn dus twee foto's, een foto van een hond en de foto van de lijst. Laat ik met de foto van de lijst beginnen. De foto van de lijst hangt niet helemaal recht, dus dat ga ik eerst eens even oplossen. Doe ik op zich vrij eenvoudig door de laag die nu vergrendeld is te ontgrendelen. Ik klik gewoon op het slotje en vervolgens ga ik met het transformatiegereedschap aan de slag om dit recht te trekken. De Transformatie dat vind je met de sneltoets Ctrl-T. En er komen dan allemaal kleine vakjes om je foto heen. Klik je nu met rechts ergens dan heb je de optie schuin trekken. En dat is wat je moet hebben. En je kunt dan gewoon een van de hoekjes opzij trekken. En we kunnen dan bijvoorbeeld de rechterkant van de lijst recht zetten. En als ik hem wat naar beneden druk, dan gaat de bovenkant wat naar beneden. En op die manier pas je dus een beetje het perspectief aan. Laat ik het zo even houden. De bedoeling is dat de hond uit dit schilderij komt. Dus om dat te doen, moeten we eerst af van de oorspronkelijke afbeelding die erin zit. Ik zoom gewoon even lekker in, zodat ik het goed kan zien. En ik ga gewoon met het rechte selectiekader een vierkant trekken over de afbeelding. Nou, je ziet dat die dus nog niet helemaal recht staat. En ik ga er in dit geval een klein stukje overheen. Hier linksonder hou ik nog een randje over. Heel eenvoudig door de shift ingedrukt te houden kan ik nog een keer een selectie maken. En dan maak ik hem ongeveer 45 pixels breed. Sleep ik hem naar boven. En nu heb ik een selectie van ongeveer het schilderij. Niet helemaal precies, dus ik doe het nog een keertje. Prima. Dat ik er een beetje overheen ga, dat geeft op zich niet. Als je hier de tijd voor neemt, dan kun je het allemaal iets preciezer doen. En met één druk op de knop ga ik dit dadelijk laten verdwijnen. En dat doe ik middels een masker. En dat masker, dat vind je hieronder. Dat is het witte vierkantje met het zwarte bolletje. En als je nu op dat icoontje zou drukken. Dan blijft in principe je selectie behouden. En verdwijnt de rest. Laat ik het dus gewoon doen voor de gein. Dan zie je, de inhoud van mijn schilderij blijft bestaan. En de rest valt weg. Dus ik maak dit even ongedaan. Om dat nu met één druk op de knop uh, andersom te doen. Wanneer je de Alt ingedrukt houdt. ...verdwijnt je selectie en blijft dus de rest beschikbaar. Ik kijk nog heel even terug naar de oude foto. Ik zie dat Johan een grotere selectie heeft gemaakt van het grijze veld. Laat ik dat ook gewoon maar doen. Dus ik trek een nieuw selectiekader. Laat ik hem expres wat aan de grote kant maken. En met de pijltjes toetsen plaats ik dat iets preciezer. Nou, ik heb nog steeds het masker actief. Dat zie je hieronder door de witte hoekjes die eromheen staan. En als ik het masker gewoon vul met zwart. Zwart is in dit geval mijn voorgrondkleur. Dat doe ik met Alt Backspace. Dan verdwijnt wel alles. Met ctrl-D hef ik de selectie op en ik ga terug. Ik snijd dit straks nog een keer goed uit. Maar ik wil eerst de hond gaan plaatsen. Om de hond te plaatsen ga ik naar de afbeelding van de hond. En ik ga deze layer gewoon verplaatsen naar mijn lijst. Dus je gaat op de laag staan. En als je dan de muisknop ingedrukt houdt. Wordt het een handje en pak je die laag eigenlijk op, ga je naar de afbeelding van de lijst en dan gooi je hem gewoon ergens op de foto neer. En je ziet, de hond wordt daar gewoon netjes neergezet. Hij is weliswaar nog wat aan de kleine kant en hij staat niet netjes in het midden, dus dat ga ik met het verplaatsgereedschap hierboven even netjes oplossen. Ik ga hem wat groter maken door aan een van de hoekjes te trekken en als je dat in eerste instantie doet, zie je dat de verhoudingen, ja, niet vaststaan. Dus het blijft vrij. Maar hou je nu de shift ingedrukt, dan blijven die verhoudingen wel bestaan. Ik denk dat het zo ongeveer groot genoeg is. Ik dubbelklik even op de afbeelding en laat ik de dekking een klein beetje veranderen dat ik er een beetje doorheen kan kijken. En op die manier kan ik de hond beter plaatsen. De staart zit mooi linksboven. Nog vrij en het pootje komt hieronder door het lijstje heen. Ik maak hem nog een tikkeltje groter. En ik denk dat hij zo wel goed is. Je kunt er weer op dubbel klikken of hierboven het vinkje of druk op de enter. En ik zet de dekking weer naar 100%. De hond staat nu echter voor de foto, dus ik moet dat even om gaan wisselen. Heel eenvoudig bij de laag hieronder. Hou de muis ingedrukt en sleep hem gewoon omlaag. En hij valt nu al mooi in de lijst, alleen zijn pootje dat steekt er niet overheen. Als ik terug ga naar de oorspronkelijke foto, dan zie je dat Johan de pootjes, de twee voorpootjes in ieder geval over de lijst heeft laten komen. En dat kunnen wij ook. Wat je moet gaan doen is dit masker hier uh, een klein beetje uit gaan breiden. Het masker van de lijst bedoel ik dan. Dus je klikt daarop en je zoomt hieronder gewoon in. Een masker werkt als volgt. Wat zwart is, dat verdwijnt. Dus ik moet eigenlijk waar de pootjes van de hond zitten, dat moet ik zwart gaan maken. En waar het wit is, daar is het zichtbaar. Dus ik pak gewoon een kwast. Een wat grotere kwast. En ik ga een keer grof over de pootjes heen. Want dan kan ik zien wat ik doe. Nou, nu komt er dus ook een beetje water over de lijst heen. En dat is niet helemaal de bedoeling. Dus ik draai mijn kleuren om. Dat kan hier met dit pijltje. Of met de sneltoets X en ik maak de kwast wat kleiner. En als ik dan met wit ga schilderen, dan komt die lijst terug. Hoe kleiner je kwast is, hoe preciezer dit kan. Ik pak ook een kwast met een uh, wat hardere rand. Als je er met rechts op klikt, kun je de grootte bepalen, maar ook de hardheid. En eventueel kun je gewoon lekker fel inzoomen. Met een hele kleine kwast kun je dan zo even het randje langs gaan. Om in één keer een rechte lijn te trekken klik hierboven gewoon één keer. Hou de shift ingedrukt. En klik nog een keer daar. En je ziet, je krijgt een kaarsrecht lijntje. Wat je dan weer in kunt vullen. Zodat het randje van je lijst ook gewoon bewaard blijft. En zo denk ik dat het wel vrij aardig klopt. Hier nog een klein beetje weghalen. En zo klopt het wat beter. Dus op zich heb ik nou de hond in een lijstje zitten en de voorpootjes komen er netjes uit. Is er nog één verschil met de foto van Johan? Johan heeft hieronder nog een kleine schaduw bij de pootjes zitten en die ga ik ook toevoegen. Ik denk dat Johan die gewoon onder de hond heeft getekend op een losse laag. Ik ga het iets anders doen. Ik ga een slagschaduw maken onder de pootjes. Dus ik zoom in op de pootjes, want de rest is op dit moment even niet belangrijk. Ik maak trouwens in het masker ook hier in het midden nog een klein beetje lijst zichtbaar. Maar ik ga dus een selectie maken van de pootjes. En dat doe ik door de laag van de hond te selecteren. En dan pak ik hier bij het selectiegereedschap de snelle selectie. Ik hoef niet alle pootjes te selecteren, dat is nergens voor nodig. Gewoon een klein beetje. En als je teveel selecteert, we halen dadelijk altijd nog gewoon even dingen weg. Nu heb ik dus een stukje van de pootjes geselecteerd en dit ga ik naar een nieuwe laag transporteren. En dat doe ik middels de sneltoets Ctrl J. Ik zet de hond, de onderste laag even uit en ook die van de lijst. En ik ga hier dus een schaduw bij maken. Dat doe ik heel eenvoudig via een laagstijl. Ik dubbelklik gewoon ergens in een leeg gedeelte van de lijst. En dan heb je hieronder staan slagschaduw. Als je daarop klikt, als je het aanvinkt en je klikt erop, kun je ook de instellingen veranderen. Nou, je kunt bijvoorbeeld de dekking wat verhogen. Maar ook de afstand en de grootte aanpassen. Het is eigenlijk net een beetje wat jij uh, mooi vindt. Ga je te groot. Dan zie je ook dat er boven de pootjes schaduw komt. Want je kunt ook nog de hoek veranderen. Dus maak het niet te groot. Ik zet de dekking even wat zachter. Het formaat maak ik wat kleiner. De afstand is uh, de afstand van de rand van de schaduw vergeleken met de rand van je object. En de spreiding houd ik ook wat zachter. Nou, zet ik het nog even voor de gein op dekking 100%. Waarom krijg ik hierboven ook een vlekje? Als ik bijvoorbeeld, als je even focust op het vlekje hierboven, zet ik de schaduw uit of aan, dan zie je dat daar een vlekje bij komt. Dat komt omdat daar ook inhoud is: inhoud op deze laag. en... Bij al die inhoud komt dus een schaduw. Ik klik vooralsnog even op OK. En ik ga eerst dat probleem oplossen. Dat stukje inhoud moet ik dus gewoon verwijderen. En dat doe je heel eenvoudig met het gummetje. Dat vind je hier. Of met sneltoets E. En als ik daar dan de inhoud weggooi, dan zie je dat dat gewoon als sneeuw voor de zon verdwijnt. Dan zet ik mijn andere lagen even aan. En je ziet, mijn schaduw valt achter de lijst. Dus de pootjes, ik pak ze op. En ik sleep ze er boven. Ga ik nog wat inhoud weghalen. Van de laag van de pootjes. En je ziet er komen zwarte vlekken bij. Nou dat is dus gewoon mijn slagschaduw. Maar die kan ik aanpassen. Ik dubbelklik op het woord slagschaduw. En ik ga gewoon nog een klein beetje spelen met de waardes. En zo is het op zich wel aardig. De schaduw komt echter ook een beetje door de pootjes heen. Nou, geen probleem. Ik dupliceer de laag nog een keer. Dan kopieer ik hem mee, inclusief slagschaduw. Ik haal gewoon de effecten weg. Die sleep ik naar de prullenbak. En de pootjes zelf hebben nu geen schaduw meer. Omdat mijn pootjes groter zijn dan de lijst. Dit is het uiteindelijke resultaat daarvan. Maar je ziet hier linksboven steken ze uit boven de lijst. Ze zijn wel groter, maar op zich is dat geen probleem. Want de onderliggende laag die zichtbaar is, is nog steeds de hond. Dus op dit moment heb ik uh, een schaduw onder mijn pootjes. Net iets anders dan die van Johan zelf in het origineel. Wil ik nog één ding doen tot slot. Ik vind het uh, lijstje een beetje grauw, een beetje beige. Ik weet niet of zijn muur ook zo is, maar ik wil hem wit hebben. Dus ik selecteer de laag met de lijst. Hieronder bij het zwart-witte bolletje kies ik een aanpassingslaag niveau en ik slinger gewoon even het meest rechter pijltje wat naar binnen om het geheel wat lichter te maken. En je ziet dat heeft ook effect op mijn hond. Nou, dat wil ik dan weer niet. Dus ik ga deze niveaulaag koppelen aan mijn lijst middels een uitknipmasker en dat uitknipmasker dat vind je hier, dit vierkantje met dat pijltje naar beneden. En als je daarop klikt. Dan wordt het effect van niveaus alleen toegepast op de lijst. Pas ik het nu bijvoorbeeld een klein beetje aan, dan zie je dat het geen invloed meer heeft op de hond. En vervolgens pak ik nog het vierkante selectiekader. Ik pak een stel in een verhouding 2 staat tot 3. Ik trek er een kader overheen, verplaats dat een beetje. Nee, ik maak een verhouding 2 staat tot 2 als het een vierkant is. Mag wel wat groter. En ik zeg vervolgens boven bij afbeelding uitsnijden. En ik gooi een hoop van de muur weg. Heb ik hierboven nog een kleine uh, rand over? Geen probleem. Ik ga gewoon naar de laag met de lijst. Ik hef even de selectie op met de Ctrl D. En ik ga gewoon hier aan de zijkant met het kloongereedschap. Dat vind je daar of onder sneltoets S. Ik selecteer een brongebied. En een uiteindelijk doel, en ik verf dit gewoon even heel snel in. En uiteindelijk is dit mijn resultaat geworden. En vergeleken met het origineel lijkt het er behoorlijk op. En zo eenvoudig is het dus om iets uit een lijst te laten komen. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken, tot de volgende keer, en doei doei.